Weet je wat? Zoek het lekker uit, joh, met Jasper. Doei! Hij is ook gewoon echt gepikt. Hij is gewoon een gore rage quit, gewoon letterlijk. Oh mijn god. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van de Blitz Survivor Games. Ik wou een intro doen, weet ik veel. Dit komt ook omdat ik vandaag met Jasper ben en niet met Dylan. Hoi Jasper. Hoi. Dat heeft alles mee te maken. Dylan is wel in de kou, maar Dylan is salty. Ja, jij wou niet meedoen. Ja, maar ik moet ook nog opnemen. Hoor je dat mensen? Omdat dus Dylan zijn eigen succes gaat voor vriendschap. Dus dat doe ik voor toen 10 is met Jasper. En dan winnen we tenminste. Ja, hey. Nou, hey, weet je wat? Zoek het lekker uit, joh, met Jasper. Doei! Hij is ook gewoon echt gepikt. Dit is gewoon een gore rage quit, gewoon letterlijk. Oh mijn god. Geweldig weer. Gaan doorrennen. Ja. Lukt het? Ja, of, ik moest toch even komen, want ik kon niet laten. Moest kloppen, want de bel deed het niet. Oh. Oh, jeetje Dylan. Jongens. Mensen, mocht je natuurlijk onder ze leuk vinden. Je kan altijd even een duimpje omhoog gaan klikken. Bijvoorbeeld dank. Je kan ook abonneren. En nou ja, het is tot nu toe al de meest derpy video die van de Blitz ging. Ja, weet ik het ook, joh. Ja, anders ga ik wel weer weg. Oh. En, daar ben je helemaal vrij in. Je had ook gewoon mee kunnen spelen. Maar ja, hè? Je weet natuurlijk je hebt Jasper. Je weet natuurlijk dat wij jou kei en keihard rekken, maar ook echt kei en kei en keihard. Ja, nou, ik ga wel weer. Ga je heen? Oh mijn god. Nou, dan ging die weer uit de kal, mensen. Nou, dat was gezellig met Dylan. Oh mijn god. Ik ben bij je in de buurt. Laten we eens even kijken of we mensen kunnen killen en dan games kunnen winnen. Zo. Op in één keer om de hoek zetten. Eén. Ja, ik heb een mini Pikman. Die pik? Oh, wauw. Ja. Cute. Nee, dat is niet cute, dat is vervelend. Hoezo vervelend? Je wilt toch gewoon een big boy hebben? Oh, ik ben gesloten. Ja. Gesloten? Waar ben jij? Oh, jij is nog wel in mijn back. Oh, oké. Okay. Oh, ik ben ook gesloten nu, ja. Ben je gesloten? Hij heeft ook een baby. Ja, joh. Het is weekend. So they be like baby time. Zo. Oh, die baby Pikman, die moet ik echt killen. Ja, maakt helemaal niet uit. We gaan gewoon lekker door. Hij zou op een gegeven moment toch wel out of debuff zijn, denk ik, of niet? Ja. Hij bleef die dingen maar gooien. Denk ik. Ik heb er ook 3 bij mijn kind, dus ik denk dat hij heeft ze alle 3 nu al gegooid, toch? Ja. Oh boy. Oh god, dat is wel 10. Ik neem heel even afstand, dus... Oh, ja, ik zie het. Oh, de horse hier ook nog? Kom maar aan. Die horse op 11, Horse is down. Ik ren naar de andere kant op. Ik ben nu weer naar je toe aan het rennen. No problem. I got this. Ik heb de diamond boots opgepakt. Hij spelt in, is ook down. Oké, wacht. Ik heb hier diamond boots. Dat doe ik zelf maar lekker aan. Ze komen eraan. Wacht, moet je een diamond axe hebben? Ik heb diamond axe in ieder geval gedropt. Nee, ik heb deze wapentje. Kom eraan. Oké, eentje. Oh. Eentje de back. Oké. Okay. Nice, oké. Okay. Oké, anders voor regen. Of, nee, ik hoef niet. Ik leef nog. Ik ben Gucci. Ik ben hier nog, man. Hier liggen allemaal stuff nu. Laten we even looten. Dat is goed. Ik ga even kijken of ik deze guy kan killen. Oh, dan geen loot voor jou. Kappen. Ik heb namelijk gewoon een pick met teams voor. Die heet Duffy en Dylan. Mag ik in de geld? Moet je een helm met Protection 3? Ik heb er zelf in Protection 3. Nou, oh, ja, ik moet nu even... Oh, ik wou zeggen, ik moet er gaan vechten. Ik krijg hier een free tank of niemand. Shout out naar jou. Dankjewel. Ik heb ook wel een kill. Nice. Lekker, dude. Hij ligt er gewoon een diamond helm, dat is sowieso niet beter dan wat ik nu heb. Heb jij misschien nog een betere chestplate voor mij? Want ik heb gewoon leather. Dus... Ik heb een golden chestplate. Oké, en moet je chain leggings hebben? Dat heb ik al. Oké. Ja, die heb ik al. Heb jij die diamond axe opgepakt op de grond lag? Nee. Maar ik heb pick mijn soort voor je. Kom je nog naar me toe? Of wat, waar ben je? Ja, is goed. Ik kom nu. Oh, hier. Even kijken. Jij hebt die nodig. Die zou je zo kunnen kijken of je die nog wil. En voor de rest... niks beters. Ik heb nog deze pickaxe, ik heb nog een diamond axe. Maar dit zwaard is beter dan je pickaxe. Dus ja, yeah, I know. Okay. Ga ik deze gebruiken. Ik dacht even dadelijk, hè, ga je toch andere rare dingen doen? Gewoon rare dingen doen? Volgens nog gaat het beter dan Dylan bij mijn team zit. Zeker. Oh, laat het hem niet horen. Hij is toch een gereed squid. Oh god, ze gaan steeds even. Wacht, ik heb deze eentje down. Hij is op 4. Oh, wat de fuck? Gooi jij dat? Wacht, nee, deed jij dat niet? Ik heb niks gegooid. Ook dacht jij met die buff die op. Nee, dat heeft dan Tieke gedaan. Oh, ik heb nu die vervelende glitch, weet je wel, dat je een beetje zo vast blijft hangen. Snap je wat ik bedoel? Nadat je, laat maar zeggen, slowness hebt gehad? Dan moet je gewoon weer opnieuw indrukken. Oh, I don't know. I guess. Dan, jij bedoelt dat je in die slowness jumps shit blijft hangen.
Ja, met dat gekke FOV. Ja, dan moet je gewoon even W opnieuw drukken. Of control waar ik mee ren, dat werkt ook. Nou, leer je nog eens wat. Zo, leer je nog eens wat in de Blizzard Survivor Games? Nee, net niet. Regen nog wel, maar ja, ik snap misschien wel dat hij gaat rennen, maar... Oh, hij hit me ook nog. Ik heb geen pijlen. Ja, ik heb er 13, dus... Maar hij regen nog. Dus ja, hij regen nog. Ja, nee, maar ik dacht van... Hij zal waarschijnlijk nu alweer bijna op full zijn. Ja, hij zit hier ook. Maar ik dacht, misschien kan ik hem iets hitten, waar ik geef het nu ook, fuck it. Ja, inderdaad, heeft geen zin dit. Nee, wachten we op een Ludab match. Wij zijn het niet het enige team, maar er leeft nog iemand. Je gaat ook echt al je troep gewoon weggooien dan. Ja, precies. Als iemand dan... Stel iemand heeft... Oh, daar leidt ook nog iemand om het hoekje. Maar hij heeft geen zin meer. Nee, stel iemand heeft goede stuff, dan pak je dat nog op. Ik heb nog één keer Ik weet niet of je een resistance spot wil. Ja, maar... en dat heb ik al. Oké. Okay. Goed, dan hadden we dan mensen. Een Ludab match. Niet te vroeg innemen, want het heeft geen zin. Oh, sorry meneer. Nee, ik denk het wacht even. Nee, neem jij hem in dan. Ik neem hem nu in. Ja, ik neem... En ik kan nu tand. Oké, okay, let's go. Oké, okay, deze man is speed. Okay, zie ik iemand hier met gear. Ja, hij heeft een gouden appel deze kill. Oké, dit is mijn kill. Ja, ik had hem. Oké, dan komt de volgende in de back. Ik heb hier hulp nodig, I guess. Ik heb Tieke down. En ik heb hem down, dus, ik heb deze down. Nice. GG. Oh, we hebben gewonnen. Oh, yep. GG. Ja, ik heb Tieke gepakt. Dus nice. Jasper 7 kills, ik 4 kills, een win. Wij krijgen daar maar liefst 1437 coins voor. En mensen, tot de volgende game. Goed mensen, daar zijn we weer in de map Winter. En natuurlijk gaan wij eens eventjes kijken of wij ons lekkere winningsprietje door kunnen zetten. Yep. Ik ga spelen dit keer met de Meat Master Kit. Ik ben Horst, dus het zal goed komen. Oh, nou, lekker. Welke kits heb je allemaal bedienen? Horst en Snow. Oh, ik dacht, je hebt er 3, dacht ik. Nou, was maar geweest. Nee, ik dacht dat jij dingen ook op 10 had. Weet je, Knight. Random. Nee. Als ik met random ga, dan... Weet je wat ook weer is met random? Ik heb best wel wat kits allemaal rond level 5 en overal wat hoger zitten. Wanneer ik met random kit ga, ik heb altijd level 2 kits. Ja, ik heb alles een beetje op level 6 geloof ik en dan, Had ik eerder ook, had ik al mijn kids zeg maar op een bepaald level, maar dan kwamen ze even nieuwe kids bij en dacht ik van, fuck it. Ja, ik heb Knight op mijn liefste level 6, dus zoals ik me niet vergis, dus... Nee, ik heb dat nooit geupgraded, behalve toen ik echt begon met Blitz. Het is gewoon mijn eerste kit die ik heb geupgraded, maar daarna nooit meer. Mijn eerste kit was toen altijd Baker volgens mij. Ik was echt die Baker scrub. Ja toch. Hoewel, dat vond iedereen altijd, ik had zoiets van, ja, is gewoon een goede kit. Waarom? Nu ben ik Meat Master Scrub. En Pigment Scrub, toch? Sowieso. Nou, dat is echt een zieke kit, scrub. Hoor. Ja, Pigment is echt een zieke kit. Het wapen is damage, ziek. Damage echt. Als je een goede combo zet... Nee, mensen. Inderdaad, kan ik niet kappen. Ik denk, ik maak vanzelf de opmerking. Je gooit 2 van die botten en je hangt daarna in met je zwaar meteen met crit, wat dan ook. Zo. Daarom, maar ik lijkt me... Ja, weet niet. Ik gebruik het zelf vaak, dus niet vaak. Ik heb die kit voordat ik hem naar 10 heb gedaan ook letterlijk nooit gebruikt, hè? Nee, maar bijvoorbeeld lijkt me ook chill als je, laat me zeggen, ik heb goede woord. Maar als je bijvoorbeeld gecombo'd wordt door iemand, dan gooi je gewoon een paar van die pots en dan wat ook heel erg chill is, zeg maar, de Pikman is ook heel erg chill. Yep. Die is gewoon zo fucking irritant en hij vageerde zich ook met hits tanken. Oeh, deze weg was wel strak. Ja, we zitten precies in dezelfde game speed joint, zeg maar, als vorige potje. Dus we hebben bijna allemaal dezelfde mensen in de game. Ik weet niet of dit handig is. Ik ben in je back. Nee, heeft geen zin. Ik denk dat dit niet handig is. Dus... Oh, wil je toch 1 en 5, nu 5. Oh, 5. Oké, wacht. Ik ren achter deze aan. Ik heb de ene. Dus jij de andere met pakken? Lekker. Nice. Oké. Ja, dat is toch wel handig om te doen. Nee, die is nog een heel stuk verder weg. Body, ik heb speed. Moet je een chest pakken? Oh nee, wacht, je hebt natuurlijk een paard. Ik hoef je nu niet te... Ja, wacht hier. Nee. Zo. Hoeveel heb je er zelf? 3. Oké, wacht, ben je goed met slowness? Ik niet namelijk hier. Niet heel goed, maar dat is goed. Wacht, welke slow is dat? Slow 2, oké. Ja, dit was een scout 8 was dit wat we hebben gepakt. Nou, lekker. Oké, we kunnen weer door. Yep. Nice. Ik heb verder niet heel veel beters. Nee, maar niet uit. We gaan eventjes hier het ijs op, I guess. Ik weet niet. Hoor. Nou, mijn kapot gaat hierheen, maar... Oh, nee. Ja, mijne ging hier toe, maar ik kom achter jou aan. Ik ga heel even kijken wat deze mensen hebben. Maar jij hebt zo'n paard wat fucking snel gaat. Oh, ja, hier zie je ook 2 mensen op een horse. Ik neem speed in, maar ik zit ver in je back. Ik neem nu pas speed in. En 2 horse teams. Kijk, ik neem ook even een speedpotje in. En dan kunnen we nu op ze gaan. Ja, of ze gaan wegrennen. Nee, ze komen. Of gaan ze wegrennen of wat? I don't know. Ik hoop. Ja, ze gaan. Zo'n paard moet even zo gaan stijgen, weet je wel. Die dan stil blijft staan. Dan kan je... Ja, of dit is ook nice. Oké, die is dood. Ja, die is zeker nice. Nou hem nog. Nee, mijn speed. Pak hem. Die is nu uitgewerkt. Of, speed. Pak deze. Kom er nu aan. Oh, ik ben eerlijk. Ik moet oppassen dat ik niet gecleaned word. Oké, rennen. Ja, ik blijf een beetje achter. Goed, ik pak hier gewoon rustig loot. Ik heb de loot. Oké, ik ga even op mijn horse schieten gaan. Ja, ga weg. Worden beschoten. Yep. Oké, ik ga hier naar deze boom toe. Ik ga deze boom hier achter. Is goed. Deze guy is ook niet op heel veel HP. Ik heb zo meteen...
Op heeft hij een free kill? Of wat is de bedoeling? Of... Pas op. Ja, nee, dat is toch zijn plan. Oké, smeerlap. Ik kom nu achter je aan. Oh mijn god. Wauw, wat een viezer ik zeg. Ik neem nu spieten voor in. Oh mijn god, de bow hit. Heb je hem? Ik ga nu... Oeh, hij draait echt in één keer om. Oh, 1 AP. Oké, die is dood, maar ik zit wel in de fik. Ja, ik ben ook heel low, man. Ik kan niet... Ga maar rennen. Even kijken, leef mijn horse nog. Oh, hij zit nu in de fik. Pak je horse. Hier, horse. Hier. Oké, nice. Ik heb allemaal diamond axe in meer, maar ja, of eentje, maar daar heb je helemaal niks aan. Je hebt dezelfde kit. Nee, klopt. Moet op. Oké, wauw. Was even close daarnet. Ja, die was pittig. Maar goed, ik heb betere leggings voor je, man. Hier. Nice. En een fire protection body, die doe ik zelf aan, want dat is leuk voor die blaze. En ik heb hier een breaking op zitten. Oh, hier protection, die heb je niet nodig. Iron ingot, ik weet niet of je daar wat aan hebt, maar... Nee, zou een iron helmet beter zijn dan een gold protection 1? Ja, inderdaad, kill die blazers hebben echt hele vervelende dingen. Ja, ik heb nu toch fire protection shit op mijn body, dus nu mogen ze me wel blazeren. Wacht, hoeveel fire protection staat erop? 5. Oeh, ja, dat is wel nice. Volgens mij hoor, want voor mij, ik heb niet goed gezien wie er van voor. In ieder geval een V, ik weet niet of er iets voor stond. Oké, die is allemaal kapot. Dan heb je vaak ook een die blaze kit, joh. Als je die blazers eenmaal down zijn, is vaak meteen klaar. Maar wacht heel even, die that went well guy, die had toch een iron chestplate, of niet? Of heeft hij een VVD opgepakt of zo? I don't know. Eén van die twee had volgens mij een iron chestplate, als ik me niet. Voor mij was het chain hoor. Ja, kan ook, ja, zo dat ook best kunnen, I don't know. Maar goed. Misschien was het chain en dan met een bepaalde body, zeg maar, die skin die hij had, zeg maar, dat op iron leek. Ja, ja, zou zeker kunnen. Er is de man helemaal heen, joh. Dood voor die ieder geval niet, maar ah, oh, dammit, ja, dan hit je hem één keer, maar dan schiet je helemaal niks meer op. Nee. We gaan even naar damage toe. Heb jij nog speed? 1 speedpot heb ik nog. Ik ook. En ik heb ook nog resistance pot. En ik heb ook nog. Ik hang in de lucht, terwijl ik ook even view, ik ben op de grond. Gewoon screenshotje maken, als je echt vast blijft hangen. Ik heb een fire axe trouwens nog, moet je die? Nee, gebruik zelf maar. Ik heb nu ook nog 1 slow pot, dus ja. Nee, oh shit, oh. Ik kom nu pas in de fights. Eentje komt nu in je back, die heb ik nu in de fik gezet. Als deze gewoon kan killen, is in ieder geval 1 speler minder. Ah, die is down. Ik kom je nu helpen. Kom aan. Ik ren nu deze kant er snel op. Ik kom nu weer in je back. Ja, ik kan ze nu zo lekker allebei hitten, hè, gewoon. Ze hadden gewoon tijd dat jij weg. Eentje gedaan. En dat is 2. Okay, de laatste die leeft nog, die zit hier ergens. Oh, die staat hier. Als ik me in de fik kan zetten nog, zou leuk zijn. Hoi. Pretty nice. GG, 3 kills. Kijk dan, 3 keer horse tamer in de top 3. Wauw. Mensen, wij hebben 1256 coins gekregen. En tot de volgende game. Goed mensen, daar zijn we weer in de map Kappa V2 in een no-kid game. Ja, Jasper, succes. Ja, jij ook. Nee, dankjewel. Good sportsmanship, you know. Je staat bijna naast de Hulk. Pas op. Oh god. Ja. Ja. Nee. Ja wow, zag je dat net bij mij? Nee. Niet bij mij, tegenover mij als het ware. Nee, voor jou tegenover jou. Iemand die bounce zegt gewoon naar het midden zo van... Zoom. I don't know, niet gezien. Oké, okay, ja nee, het kan gewoon zijn dat iemand natuurlijk gewoon lag had, weet je, dat kan ook gewoon. Hup. Maar you never freaking know. Hou de wind wel, bro. Dat is ook waar. Wat wil je doen, meneer? Je hebt geen wapen, dus je loopt mij te slaan met je vuist. En dan? En dan sla ik jou wel lekker, want ik heb lekker wel een wapen. En dan moet je het loodje leggen. Jammer, joh. Moet je mij maar niet gaan slaan, irriteren op de trap. Irriteren op de trap? Ja, dan ben je naar boven aan het rennen, weet je wel, en dan gaat hij heel de tijd lopen slaan. Oh, zo, op de trap. Ik denk, was dit een gekke uitdrukking, maar hey. Nou begrijp ik. Zo, deze keer heb ik ook goed gehit in de lucht, zeg. Jeetje. Hoppatee, deze is ook alweer dood. Wauw. Dat is echt een, zo Dylan zou zeggen, jitterklik. Nee, totaal niet. Lekker je armpjes kapot klikken. Hoppa. Ja. Jij doet het wel, jitterklikken. Nee. Zeker zo wel. Nee. Wat noem jij jitterklikken? Hoeveel kliks per second? Weet ik veel. Ik ben helemaal niet eens thuis in die business, joh. Weet ik veel. Ik ook niet. Ik weet niet of 4-5 kliks per second jitterklik is, maar... Nee, voor mij, ooit een keer tijdens een livestream, voor mij zeiden de kijkers voor mij dat je dan tussen de 11 en 13 kliks moet hebben, zoiets. Nou ja, het is meer wat jij laat maar zeggen jitteren noemt. Het is gewoon... Ja, ik heb geen idee. Klikken, maar... Ik doe het niet. Ik ook niet. Niet voor pixelspelletje met een hele arm bekloten. Nee, toch? Nee. Lekker die spiertjes kapot klikken. Oh, lekker. Je bent ook een serieus je het wil nemen. Ja. Toch? Daarom. Even kijken, wacht, ik zie iemand. Ik zit hier in fight met de one and only Hulk. Ik heb hem gekillt. Die Hulk? De Hulk. Oh, ik sla iemand weg, hij heeft 1 AP. You cannot do this, my friend. Ik heb pijl en boog. Pam, 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 pam. Oh, dit is een boog, jongens. Oh, mijn god. Call me young freaking legend. Voor iedereen is het gewoon heel normaal dat iemand een boog kill maakt, weet je wel. Is het de Duffy 27? Oh. Ik pak hem gewoon.
Nice. Oh joh, is er iemand een fucking speed en dikke gear? Wat? Oh, oh nee, oké. Okay. Ik had net zo'n mooie kill en dan nu is dit het eind. No. Oké, okay, Jasper, deze kill kan niet. You cannot do this. Pas op, hè? Jasper, dit kan je niet doen. Auw! Dit kan je niet doen, Jasper. Wacht, hoeveel HP ben je hier? Neem deze. Eet. Ik heb er nog één, dus heen. We wachten op de deathmatch. Het is goed, ik heb er nog één. Ik ga toch dood. Ja joh, smeerlap. Oh, nou mensen, van wie had dat gedacht van teamgames met elkaar naar een deathmatch tegenover elkaar? Good luck. Zo, lijkt wel een tele-2 reclame. Wie had dat gedacht? Ja. Snap je. Oh, we maken een pirouetje, waar ben je? Ah, no! Wat? Ik werd teruggezet, zag je dat? Die no cheat. Ja, die oh, no cheat die heeft mij zo hard genaaid. Wauw, nee, dat maakt helemaal geen fuck uit. Want ja, weet je, anders had Jasper natuurlijk easy gekrapt gekild. 406 coins, mensen. Wij bedanken jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van de Blitz Survival Games. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet even te liken, te reageren, te abonneren. Abonneer op Jasper zijn kanaal, linkje in de beschrijving. En mensen, tot de volgende keer.